Hallo mensen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag een rode 20 killstreak video. Eigenlijk geen rode 20 killstreak, want ik heb besloten om de serie aan te passen. Waar ik het de vorige twee afleveringen ook al over had. Ik ga het en de every game mode en de killstreak aanpassen. Ik ga voor road to ruthless in domination. Het is niet dat ik geen 20 killstreaks kan halen, zoals ik ook al een keer had laten zien. Hier zo mijn medals. Het is niet dat ik het niet kan halen, alleen om het elke game mode te halen is echt heel lastig. En ik speel nu al heel lang en ik heb pas 12. Dus eigenlijk is het wat voor mij, zeker tijdens opnemen, is het gewoon echt zo wat onmogelijk geworden. Dus daarom wordt het domination en road to 15 kills 3. Ik heb er net ook al in gehaald, alleen maar niet opgenomen, dus dat is jammer. De join and playing game. Dus ik moet ook de serienaam aanpassen. Ik ga alleen voor dit aanpassen, voor deze video's. Ik weet niet hoe ik dat in de afspeellijst ga doen, want ik heb van deze video ook een afspeellijst. En shit. Maar ja, ja, geweldige start. En nog beter de stad zelf. Oh, fucking hell. Oké. Okay. Stap 1. Ga naar binnen. Stap 2. Event A. Kom maar hier. Oké. Okay. Ik denk dat ik dit potje... Is het potje nou... Nee, dit is de eerste ronde. Oh, waarom? Nou, ik ga wel met mijn... Ik moet met mijn bal. Ah, kom op. Dit is echt verschrikkelijk irritant. Zie die enemies. Pakken. Kom on. Op zich. Eigenlijk. Dit zijn echt van die potjes waar je dan toch nog wel een 15 killstreak op kan halen. Dan gaat je hele team gaat slecht. En dan haal je zelf weer 15 killstreak. Nou, of 15 of 20. Echt gewoon een goede killstreak. Ja, dit is, even voor de duidelijkheid, ik heb echt haat aan de ASM1. Dit is de enige clash waar ik een ASM1 op aan heb staan. Of niet? Even kijken hoor. Ik ben natuurlijk niet te liegen, want dan word ik in elkaar geslagen door iedereen. Oh. Ik heb op twee clashen een ASM1 aan staan. Alleen maar, dit zijn echt de clashen die ik nooit gebruik. Ik vind de bal ook eigenlijk niet leuk om te gebruiken. Ik moet snel weer wisselen naar mijn normale clash. Kijk, het is... Oh fuck. Het is. Ik heb deze clash. Heb ik voor. Godverdomme. Gelukkig heeft hij geen extra time. Kom maar hier, maat. Ik hoor je komen. Fuck jou, jur. Ingang. Oké. Okay. Oh! Oh, wat een camper ook. Oh, verschrikkelijk. Nee, daar ga ik overduidelijk niet heen. Fuck jou, hey. Oké, daar gaat hij. Heel vaak spawnen ze dan daar en dan kan je ze allemaal killen. Ah, nu doen ze dat niet. Oké, dat heet nou nog eens baal. Nou, ik in de eerste aflevering van de nieuwe naam van de channel... Op de eerste aflevering van de nieuwe naam van de challenge gaat het hem niet meer worden. Dat kan ik jullie nu alvast vertellen. Ze hebben er voor mij er echt een OP UAV aanstaan of het zijn allemaal wallhackers. Waarschijnlijk hebben ze gewoon allemaal constant fucking goede UAV's. Ah, kom op! Iemand heeft de Warbird gehaald, dus... Ja. Nou, dat had ik dus het liefst niet gehoord. Ah, kom op! Donder op, man! Kleren camper! Potverdikkie! Potverdikkie, godverdomme! Sorry dat ik zo helemaal in mijn slof schoot, maar dit is echt verschrikkelijk. Haha, fuck jou! Hey. Camper! Oké, daar gaat hij. Oké, jongens. Nou, the party will begin. Huppakee. Nee!
gewoon zo fucking skeer welke. Van wie is die fucking kleren system hack ook? Ik kan niet. Nee! Hou nou op! Alsjeblieft. Nee. Nee, ik ga je dit hoek lopen huilen. Nee! Oh, fuck! Ik hoorde mensen aankomen lopen via mijn headset. Oké. Ik weet dat er hier net iemand zat. Kijk uit! Weg, weg, weg. Weer naar binnen. Oké. Oh, get wrecked met je. Deze enemies zijn echt heel erg irritant. Echt serieus. Ze hebben die system hack ook gewoon aanstaan. Puur om iedereen te fucken. Die rank creator, dat is echt. Hij is best goed. Oké, maat, kom hier. Spam. Nee. Ga nou weg. Ga nou weg. Ik moet hier spontaan vandaan. Ik ben echt al een hele lange tijd niet zo. Oh, fuck. Fuck! Oké, als het goed is, is er een glitch. Ja, mooi. Zou de anti-exosuit system hack? En als je daarna een. Hoe heet dat? Als je daarna een andere system hack eroverheen smijt, dan. Wordt de system hack overlapt en dan zo. Maar ja, kijk, het is een korte aflevering. Eigenlijk zou ik nog wel een potje erachterna willen doen. Alleen Domination duurt heel lang. Dus dan wordt de video ook heel lang en dat, ja, dat werkt niet. Het was een goede score. We hebben nog niet eens 50 kills gehaald. Die hype shot, die heeft het gewoon puur verneukt. Maar ja. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie bij een volgende video. Doei.